说嘛，现在都很甜蜜的，你好嘞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 ，van 1850. Ja, je burgerdracht. Oh ja, mijn burgerdracht. Ik ben helemaal in de war. Dat moet je niet doen. Dat wordt een hele leuke dag volgens mij. Als ja, als het maar goed weer. Het weer een beetje mee is. Ja. Maar we moeten nog even kijken hoe laat we daar moeten zijn dan. Ja. 50 zon, 50 regen. En, 50% zon en 50% regen? Nou, dan zien we het wel. 50% regen s'nachts. Nou, dat wordt leuk. Ja, lekker visje zo. Ja, dat is vorig jaar was het ook zo leuk. Hè? Ja, dan gaan we eerst naar die boomschuit kijken. Ja. Die dus daar ligt. Ja. Ja. En dan gaat Kobi de visje naar de werf brengen. Want we hebben zelf nee, op en de pink hadden het over. Pink, wat is nou een pink? Ja, dat is een pink. Een pink is ook een boot. Zaterdag 20 augustus is het historisch festival Scheveningen. Op het strand, dat is voor het eerst dit jaar, komt de Egmonder Pink te liggen. Dat is een replica van een visserspink uit 1670. Vroeger gebruikten ze deze boot om de vis aan land te brengen. Er waren geen havens, dus ze moesten op het strand moesten ze aanlanden. En er werd de vis uitgeladen, die ging dan met manden werd het naar de vismarkt gebracht. En dat is tijdens het festival ook het geval. Er worden vanaf de pink gaan ze met manden lopen op hun hoofd en op hun rug naar onze vismarkt. Die is in de Marcellusstraat. Die wordt grotendeels ingericht ook door Ben de Lange. En die geeft ook een workshop haring snijden tijdens de vismarkt. Dus zeker leuk om even langs te gaan. Het leek ons heel erg leuk om mee te doen. Vandaar dat we ons dus op hebben gegeven als wasvrouw. En dat lijkt ons heel erg leuk. Juist omdat mijn opa was, die liep altijd in dracht. Ik had zelf heel graag in dracht gewild. Maar die waren dus al weg. Dus vandaar wasvrouw. Ik ga soep scheppen met Marloes. Ja, ik ben geen Scheveninger, dus ik heb ze echt petje op en een zo'n jack. Nou, en de mensen die gezellig bij ons langslopen, de toeristen of de liefhebbers. Ja, en wat wordt voor soep? Dat weet ik niet. Onbekend. Ik zie het wel wat er in de pan zit. Ik loop in een zwarte Scheveningse dracht. Ja? Want ik heb natuurlijk, ik heb net mijn wederhelft verloren en ik maak vis schoon. Zoals garnalen, schoon en schaar en wie weet wat er nog bij komt. Ik ga een baby staan, een vijfling. Dus ik weet niet of ik oma ben, waarschijnlijk ben ik oma. Er werd gelijk gezegd, jij gaat die jongen spelen die de pest hebben. Vroeger had ze de pest, de cholera en is die jongens prima. Ik vind het allemaal goed. Ja, waarom zouden ze u daarvoor hebben uitgekozen? Ja, dat weet ik niet. Ze zag het allemaal gezicht schrijven, maar ik weet het niet. Vanaf 11 uur tot 5 uur en het is in het oude dorp van Scheveningen. En de straatjes erachter, Zijlstraat, Ankerstraat, Mercedesstraat, Werfstraat. En ja, je hebt een hele route die je kan lopen en je kan historische trams rijden. Willemsvaart vaart vanaf het centrum naar Scheveningen toe. En we hebben de stoomtractor, die rijdt ook weer rond en daar kan je ook een ritje mee maken. Toch allemaal wel een beetje in ere wordt gehouden en dat de mensen ook weten hoe het daar vroeger aan toe ging. Nostalgie. Ja, nostalgie is inderdaad nostalgie. Zeker voor de jeugd. Wanneer je kleding hebt voor de dracht, ja, aantrekken en voor de rest aantrekken wat je zelf leuk vindt. Maar het liefste wel een beetje op de Scheveningse tour, zou ik maar zeggen. www.historischscheveningen.nl, daar staat het programma op, de looplijn, alles staat erop. We hebben er zin in!